Karen en Michiel, begin dertigers, verhuizen met een dochtertje naar een exclusieve villa-wijk. Al snel vindt Karen een hechte vriendenkring in de vrouw van de eetclub en een echtgenote. Als de ogenschijnlijke zelfmoord een van de onderlinge relaties onder druk zet, komt Karen erachter dat iedereen in de eetclub geheim voor elkaar en voor haar heeft. Karen ontdekt dat vooral Simon, de natuurlijke leider van de vriendenclub, met wie ze inmiddels een hartstochtelijke affaire heeft, meer weet dan hij prijsgeeft. Zelfs het politieonderzoek dreigt stuk te lopen op de geslotenheid van de eetclub. Dan besluit Karen zelf de waarheid boven tafel te krijgen.